Mijn naam is mevrouw Hekman en ik ben 75 jaar. Ik maak me tegenwoordig wel eens zorgen hoe dat straks allemaal moet gaan. In de krant lees ik en op de televisie hoor ik dat er flink bezuinigd moet worden op zorg en welzijn. Zelf kan ik gelukkig met een beetje hulp nog zelfstandig wonen. Maar ik vraag me af of ik en de andere mensen in de toekomst ook nog kunnen rekenen op hulp en zorg die ze nodig hebben. Hoe gaat de PvdA van Maastricht daarvoor zorgen?